Toen we nog met twee gingen werken, hadden we allebei een auto nodig daarvoor. Maar toen ik met pensioen gegaan ben, hebben we dan direct een van de twee auto's weggedaan. Dan een tijd later was onze dochter Elfie haar auto aan vervanging toe. Maar omdat zij zowel werkte als woonde in het centrum van Heist, zeiden ze van, ik koop geen nieuwe auto, ik koop een elektrische plooifiets en dan raak ik ook overal. Vanaf dat moment zijn we dan met twee gezinnen onze ene auto gaan delen met elkaar. En dat loopt eigenlijk prima. Toen ik 65 jaar werd, heb ik mijn elektrische fiets aangeschaft. En dat is echt geweldig, want ook voor bestemmingen die wat verder af zijn, durf ik nu zonder problemen de fiets nemen. Toen we nog met twee werkten, moesten we vaak 's avonds nog rap iets gaan halen. En dan gebruikten we altijd de uitdrukking, ik ga nog rap eens naar Heist en we pakten dan de auto. En nu hebben we een rustiger levensritme. We zijn nu met twee mee pensioen en nu nemen we eigenlijk als vaste gewoonte de fiets. Want de afstand is maar 3 kilometer, dus het kost echt niet veel meer tijd om de fiets te nemen dan de auto. En bovendien rijden we nu heel vaak langs veel aangenamer, rustiger wegeltjes met de fiets dan wanneer je met de auto zou rijden. Zowel de dochter als wij zelf hebben een abonnement op de Cambio deelauto's die je kan vinden in het centrum van Heist-Odenberg. En dat is wel superhandig, werkt heel goed. We hopen dat we dat zo kunnen volhouden. We rijden met onze auto tot hij versleten is. En dan zijn er hopelijk betaalbare elektrische auto's, zodat we onze CO2-uitstoot nog een beetje kunnen verminderen. Want we hebben ook thuis echte groene stroom van EcoPower.